Ja, de laatste dag van april. Maar die eindigt dan met heel vies weer. Ja, dat, ja. Oh, dus het regent bij jullie al de hele dag. Ja, ik zit in een soort holle weg, dat vind ik wel mooi. En het is Duitsland. En je kijkt zo bij die mensen de tuinen. Veel Nederlanders gaan ook in Duitsland wonen, omdat het daar goedkoper is. Dan krijgen ze ook meer kinderbijslag. En de belastingen zijn lager. Dus die wonen nog graag hier. Maar dit is ook hier waar ze vorig jaar heel veel bomen hebben gekapt. Daar hebben ze kleintjes hebben ze teruggezet. Ja, een kleintje is 1/100ste van een grote boom. Ja. Er is ook geen respect voor natuur, net zoals er dan geen respect is voor oudere mensen, gehandicapten, mensen hun geaardheid. En dan iemand als Rutte, die eigenlijk een homofiel is, dat is wel voor iedereen duidelijk, die heeft zijn mond vol van discriminatie, maar dat verandert niks. Nee. Homo-mishandelaars. Krijg je geen straf. Maar ja, het gebeurt nooit, hè. Het is voor hun ver van hun bed. Ik heb niks tegen homo's, heb ik ook nooit wat gehad. Ik heb altijd tegen die hetero-college gezegd, wees blij dat er homo's zijn. Er blijven toch meer vrouwen voor je over. En ze komen niet aan je dochter. Dat je een hetero-vent dan niet kan vertrouwen. Ja, een heleboel zijn gewoon heel dom. Dus daar verander je toch niks aan. Maar dat met uitzendkrachten. Het zijn ook vaak mensen die niet echt gemotiveerd zijn. Omdat het toch maar tijdelijk werk is. Dus waarom zou je je best doen? Je krijgt slecht betaald. Ja, ze hebben altijd excuses. Dat ze in Den Haag aan de bel gaan trekken.